Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het COVID-19-journaal. De eerste 500 doses van het AstraZeneca-vaccin lopen vlot. Heel wat frontliners worden gevaccineerd tegen het COVID-19-virus. Dinsdag 23 februari was de kick-off waarbij de minister van Volksgezondheid Amar Ramadan als eerste het vaccin toegediend kreeg. Nu, 2 dagen verder, voelt de minister zich gezond en wel op enkele bijwerkingen na. Het is vandaag bijna 48 uren na het prikje en ik heb eerlijk gezegd geen noemenswaardige klachten gehad, geen bijwerkingen als zodanig. Ik heb het enige is dat ik nu nog wat pijn heb aan mijn linkerschouder, alwaar het prikje ze geven. Maar dat is te verwachten. Als arts weet ik ook dat als je wat voor prikje je ook geeft aan iemand, dat de insteekplek doet altijd een beetje pijn. Dat is gewoon een naald gaat door de huid, dus je begrijpt dat het ook zenuwen geprikkeld raken. Niet alleen de minister is geconfronteerd geraakt met bijwerkingen na het vaccin, maar heeft hij zelf ook klachten binnen gehad van mensen die bijwerkingen hebben ervaren. Verder geeft de minister de stand van zaken aan met betrekking tot het verder verloop van de vaccinatie de afgelopen 48 uur. Er zijn wel rapportages binnengekomen van de eerste groep personen die gevaccineerd zijn. Dat er aan sommige mensen wel wat misselijk waren. Eén persoon heeft volgens mij ook gebraakt en er waren ook personen met koorts. Dus dat is tot nu toe de rapportage. We hebben dat gelijk opgepakt. We zijn dus nu goed bezig alle bijwerkingen te inventariseren, categoriseren in overleg met de PAHO. Dat we dat ook correct doorspelen en rapporteren aan de public health organisaties, maar ook de gezondheidsorganisaties die zich bezighouden met die surveillance van bijwerkingen. Dus dat is de update. We hebben gisteren ook een, kan je zeggen, in het AZP 50 personen gevaccineerd. En in het Wanika ziekenhuis is gisteren ook de kick-off gegeven. Dat is allemaal heel goed gegaan. Ik heb geen incidenten gerapporteerd gekregen. De bedoeling is dat wij zo snel als mogelijk onze dosis die we nu hebben gaan toedienen. Morgen start de campagne in het Diakonesse ziekenhuis en de RGD. En zo gaan we verder uitbouwen. Alle ziekenhuizen zijn nu bezig, of de plekken waar gevaccineerd gaat worden, zijn bezig met de voorbereidingen. Nikeri is ook aan de beurt, Slans Hospitaal komt ook aan de beurt. En zo gaan we uitbreiden met de RGD en gaan we ook binnenkort naar het binnenland. Daar geldt er wat meer logistiek, daar moet je wat meer voorbereidingen treffen. De trainingen moeten ook vlot lopen. Zodra die zaken in place zijn, gaan we beginnen. En trouwens, we hebben niet heel veel doses nu binnen, dus we kunnen niet een groot plan uitrollen. Het moment dat de doses binnen zijn en de verwachting is dat het nog dit weekend, aanstaande weekend gebeurt, hebben we die zekerheid en dan kunnen we feilloos ons plan uitrollen. Dus dat is in de verwachting. Ook tot de frontliners behoort dermatoloog Dr. Donovan Heidanus, die evenals de minister 48 uur terug is gevaccineerd. Hij deelt zijn ervaring met het COVID-journaal over hoe hij het proces heeft doorstaan. Het eerste prikje was super. Toen ik het kreeg voelde ik echt niets. Ik had het prikje niet eens gevoeld. En daarna, nu ben ik, is dag 3 daarna. En heb ik een klein beetje spierpijn waar ik geprikt ben. En ja, wat had ik? Een dag erna had ik een beetje hoofdpijn. Vandaag ook een klein beetje hoofdpijn gehad en daarna was het weg. Dat is het enige wat ik heb gehad. En voordat terug daarvoor heb ik nodig dat ik eindelijk licht in het einde van de tunnel kan zien. Ik voel de vrijheid aankomen. Je hebt nu dus geen COVID. Je krijgt geen prikje omdat je COVID hebt. Je krijgt een prikje om te voorkomen dat je COVID krijgt. Dus dat is waarvoor het prikje nemen, om te voorkomen dat we het krijgen. Op social media doen heel wat roddels en fakeberichten de ronde als dat de minister zou zijn ingespoten met gewoon water of een griepprikje. Dr. Heidanus betreurt dat ten zeerste dat men met zulke gedachten rondloopt. Nou, het is jammer dat mensen dat denken. We hebben allemaal van hetzelfde flesje gehad. Ik heb ook van hetzelfde flesje gehad, vaccin. En geloof me, ik zou ze echt geen water in me laten spuiten. Gewoon, ik was zo blij dat ik het vaccin eindelijk kon krijgen. We gaan echt niet die moeite doen voor een beetje water, nee. Ik begreep dat mensen bang zijn voor het vaccin. Maar we moeten dankbaar zijn dat we het vaccin hebben. Toch? We gaan echt geen neppe dingen gebruiken. We willen onze bevolking alleen maar beschermen. Ik wil mezelf beschermen. Ik wil de mensen om me beschermen. En daarom heb ik het vaccin genomen ook. Niet alleen voor jezelf, maar je beschermt ook de mensen om je. Denk maar eraan, wij zijn frontliners. Je gaat ergens, je krijgt het vaccin, je krijgt COVID van een van je patiënten. Je brengt het naar huis en iemand van je thuis gaat dood.
daarvoor is alvast waarvoor ons vaccineren. Om onze mensen thuis te beschermen, onszelf te beschermen. Weet je, en de hele samenleving uiteindelijk te beschermen. En uiteindelijk, wanneer het beschikbaar is voor iedereen, hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe meer bescherming er is voor de samenleving. Dan kan Suriname weer teruggaan naar een nieuw normaal. Weet je, zonder COVID. Of minimaal. Kijk, het vaccin die we krijgen nu, sinds we klein zijn, sinds we geboren worden, worden we gevaccineerd. Een paar uren na de geboorte word je gevaccineerd. Het is nooit een grap, het is iets serieus. Je wordt gevaccineerd om te voorkomen dat je bepaalde ziektes krijgt, toch? Die je leven kunnen verpesten eigenlijk. Nu hebben we een vaccin. Ik begreep dat mensen denken, oh, mijn gunst, het is heel snel gekomen, een nieuw vaccin. Waarom moeten we dat hebben? Nou, op dit moment leven er zoveel wetenschappers op aarde, wat je in het verleden nooit had. Waardoor nu de kennis zo hoog is en de snelheid waarmee men heeft gewerkt groter is dan een normaal. Vroeger in het verleden waren het 5 jaar, duurde 10 jaar om vaccin te ontwikkelen. We zijn nu gewoon veel moderner. En daarom is nu het vaccin ook sneller uitgekomen. Er zijn veel meer mensen die aan het vaccin werken. Toch? Er is veel meer belang erbij dat er een vaccin uitkwam. En daarom is er een vaccin. Er zijn mensen die nu zeggen, ja, ik ben bang om te vaccineren. Of er zijn allerlei dingen. Ik wil niet gevaccineerd worden, want het is nep allemaal. Ik ga u zeggen, er zijn genoeg mensen die wel gevaccineerd willen worden. Ze willen er zelf voor betalen om gevaccineerd te worden. Maar dat gaat niet. We hebben groepen die we vaccineren, prioriteitsgroepen. Dat wil zeggen, je hebt eerst de gezondheidsmedewerkers, de frontliners. Dan krijg je de mensen die wat ouder zijn met aandoening en zo gaat het door. Toch? Niet omdat je iemand bent die heel veel geld heeft, ga je zeggen, hey, kom ik niet met vaccin. Nee, dat kan niet. Het is gewoon onbetaalbaar. Je krijgt het vaccin als je een van de groepen bent. Het is dus een voorrecht om het vaccin te krijgen. Ik voel me bevoorrecht dat ik het gehad kon hebben. We zijn bevoorrecht dat we dat kunnen krijgen. Dus als u de kans krijgt om het te krijgen, voel u bevoorrecht en ga ervoor. Wij gaan niet als doktoren jarenlang in onze studie zetten en dan een vaccin nemen die ons mogelijk dood gaat maken of iets gaat doen met ons. Want dat doen we niet. Elk vaccin heeft wat bijwerkingen, net zoals ik al zei. Ik heb wat spierpijn gehad, ik heb een klein beetje hoofdpijn gehad, maar dat vond ik allemaal niet erg voor die bescherming die ik weet dat ik later ga hebben en voor de mensen die ik bescherm. Dus voor mij is dat positief. Uit het aantal geregistreerde gezondheidswerkers blijkt dat heel wat van hun enthousiast zijn om gevaccineerd te worden. Van de 1500 frontliners hebben zich nu al 900 aangemeld om het vaccin toegediend te krijgen. De gezondheidswerkers zijn zeer enthousiast, heel blij. We hebben intussen al 900 van onze 1500 frontlinie hebben zich al geregistreerd. Dat betekent dat er een 60% response rate is. En 60% kan alleen maar meer worden. Dus als de 60% dat heeft genomen, dan met een beetje motivatie en kunnen mensen over een vrees overwonnen worden, over de drempel komen en kunnen ze ook verder gevaccineerd worden. Het ligt in de bedoeling uiteraard dat onze frontlinie tussen de 90% en 100% gevaccineerd moet zijn. Want je wil toch niet na een paar maanden een positieve hebben in de gezondheidssector. Dat zijn onze mensen die juist beschermd moeten zijn omdat ze dagelijks met de zieken bezig zijn. Ook zuster Eurydice Gottlieb behoort tot een van de enthousiaste gezondheidswerkers. Zij is ook dagelijks bezig met COVID-19 patiënten. Tijdens ons bezoek aan het academisch ziekenhuis op de afdeling waar er gevaccineerd wordt, mochten wij de stappen volgen tijdens de vaccinatie van zuster Gottlieb. Thank you.
helemaal niet. Zelf weer injecteren heb ik helemaal niets gevoeld. Dus ik wil ook geen bijwerkingen hebben. Dus ik ben positief ingesteld hoor. Want als je ook met het idee loopt van je gaat iets krijgen, dan zeg ik niet dat het gaat gebeuren. Maar ik ben positief ingesteld. Tot nu toe heb ik niets gevoeld. En in het bijzonder mijn collega's, de frontliners, zorgverleners, mensen die in het ziekenhuis werken, mensen die nauw betrokken zijn met patiënten. Ik wil ze aanmoedigen om toch zich aan te melden, te laten registreren. Er zijn twijfels en dat snap ik ook. Steeds vragen mensen me, steeds appen mensen me van heb je dat genomen, heb je het niet genomen, wat ga je voelen? En dat is normaal. Mensen zijn huiverig, mensen zijn twijfelachtig, mensen vertrouwen het niet. En ik denk dat wanneer je zelf vaccineert, moet je het ook zelf nemen. En dan kijken mensen naar je op van, ze heeft het genomen, er gebeurt niks. En ik roep ze op bij deze, laat je registreren. De mogelijkheid bestaat er om te laten vaccineren, doet het ook heel goed. Je doet het niet alleen voor jezelf, ik heb het ook al eerder gezegd. Maar voor de doelgroepen die het niet mogen doen, die zich niet kunnen laten vaccineren. Wanneer je laten vaccineren betekent niet dat je met je mondkapjes kan smijten of wat dan ook. Je moet nog steeds je mond-neusbedekking op hebben. Handhygiëne goed in acht nemen. Natuurlijk nog steeds zorgvuldig werken. Maar als je de kans hebt om te laten vaccineren, dan zou ik zeggen, grijp dan toch die kans. Vandaag is de oogarts Dr. Gerard Pawiro-Regio ook gevaccineerd. In een eerder journaal deelde hij toen zijn ervaring als positieve COVID-19 patiënt. Hij geeft aan na ernstig ziek te zijn geweest niet het risico te willen nemen om de ziekte nog eens op te lopen. Ik ben heel erg ziek geweest en ik heb me voorgenomen omdat er ook veel twijfel was van als je de ziekte hebt doorgemaakt of je genoeg antistoffen hebt of je het weer kunt krijgen of niet. Heb ik me voorgenomen om me desondanks toch te laten vaccineren voor alle zekerheid. Omdat ik niet het risico wil lopen dat ik het nog een keer oploop. Want ik kan u zeggen, het is een hele lelijke ziekte. En je weet nou net niet hoe erg je het krijgt. En je kunt er net zo goed aan overlijden. Vandaar dat ik me heb laten vaccineren. Om de COVID-pandemie te kunnen verbreken, zal ieder zich moeten laten vaccineren. Zo alleen kunnen we weer ons normaal leven gaan leiden. Ga niet in op valse berichten op social media, maar denk bewust. Laat je niet misleiden door mensen met conspiratietheorieën, want die zijn volgens Dr. Gerard Pawiro-Regio allemaal onzin. Het probleem van social media is dat iedereen een mening ventileert op social media. En helaas nemen ook weer veel mensen sommige dingen die niet op feiten gebaseerd zijn voor waar aan. En dan gaat men twijfelen. En ik wil de mensen toch oproepen om zich te laten vaccineren, om zich te beschermen. Doe het niet alleen voor jezelf, maar doe het ook voor de mensen om je heen. Want je kan een overbrenger zijn als je het zelf oploopt en misschien niet erg ziek wordt. Maar je kan het overbrengen en een cyclus creëren waarbij anderen er wel aan overlijden. Bovendien is de hele wereld, de hele gemeenschap, ons land op slot. Dus iedereen moet zijn bijdrage leveren om de pandemie te doorbreken, om het te stoppen. Zodat we alles weer van het slot kunnen halen, zodat we weer ons normaal leven, ons normaal bestaan kunnen oppakken, dat iedereen weer aan het werk kan en dat iedereen weer een broodje kan verdienen. Want een heleboel mensen zitten nu zonder werk en hebben geen inkomen door die pandemie. En iedereen kan bijdragen tot het einde daarvan door zich te vaccineren zodra dat kan. En ik wil de hele Surinaamse gemeenschap oproepen om zich te laten vaccineren en niet te varen op het kompas van mensen die allerlei verdenkingen hebben en die conspiratietheorieën, allemaal onzin. De ziekte is een heel ernstige ziekte en de bijwerkingen die zouden kunnen ontstaan door een vaccinatie, die zijn nu al beschreven, want er zijn al miljoenen mensen gevaccineerd en die vallen heel erg mee. Ik zeg altijd, kijk, als je door een bij gestoken wordt, dan kan het, meestal valt het reuze mee. Een enkeling die daar allergisch voor is, die krijgt de allergische reactie. Maar dat maakt die bij nog geen kwaadaardig beest. Dus de oproep is, laat je vaccineren en stop die pandemie, in elk geval in Suriname. Evenals Dr. Pawiro-Regio heeft ook VHP-parlementariër Kishen Ramsukul
het volgende advies voor de mensen die nog steeds twijfelen aan het vaccin. Ja, kijk, ik snap het. Mensen zeggen het is iets nieuws, maar ook COVID was nieuw. En we willen allemaal terug naar het normale, weet je. En voordat het vaccin is goedgekeurd, is er een heel traject geweest. Men heeft het volledig uitgetest, heel goed uitgetest, want WHO gaat het niet zomaar goedkeuren. Dus er is een heel traject geweest en het is veilig. We hebben trouwens gezien, de minister heeft het als eerst genomen. En zoals hij het nog zegt, hij leeft nog. Hij voelt zich heel goed. Maar ook andere mensen hebben het al genomen. Heel veel zijn nu voorgegaan. Dus ik snap die, dat men een beetje terughoudend is. Maar ook ik wacht erop. Ik wil het ook nemen en ik ga het ook nemen. Zo gauw het mogelijk is, zal ik het nemen. En we moeten een beetje, toch wel een beetje, hoe noem je het, vertrouwen hebben in de wetenschap. Want het is goed uitgetest. Dus iedereen die thuis is, ik zou u echt aanraden, neem die vaccin. Dat is een van de middelen waarmee we heel gauw terug kunnen gaan naar het normaal. Het ministerie van Volksgezondheid distancieert zich van berichten die rondgaan als zou het ministerie van Volksgezondheid groen licht hebben gegeven aan ondernemers om middelen te vergaren voor het COVID-19 vaccin. Er zijn volgens de minister geen enkel afspraak, nog toestemming, nog machtiging gegeven aan geen enkele ondernemer om middelen te vergaren. We hebben onlangs gisteren dan gemerkt een bericht in de samenleving, een bericht welke rondgaat in de media, dat er een groep ondernemers bezig zou zijn met het vergaren van middelen voor het COVID-vaccin. En in het bericht is ook genoemd dat dit in overleg geschiet met het ministerie van Volksgezondheid, KCCO de overheid. Ik wil hierbij aangeven dat het ministerie van Volksgezondheid in ieder geval zich distancieert van dit bericht. We distancieren ons van elke groep die bezig is met het vergaren van COVID, van middelen voor COVID-vaccin. Wij hebben het enige wat wij hebben gezegd, zoals ik net heb aangehaald, is het COVID-fonds voor vaccinaanschaf. Dat is het enige officiële middel, enige officiële instrument die de overheid zal hebben om COVID-vaccins aan te schaffen. Uiteraard zal ook ieder gevraagd worden daarin bij te dragen. Dus wij hebben geen enkele afspraak met geen enkele ondernemer om toestemming gegeven of machtiging gegeven aan geen enkele onderneming om middelen te vergaren. Daarom hebben we de Vereniging van Surinaams Bedrijfsleven in zo'n commissie voor het fonds, die daar vertegenwoordigd is met twee vertegenwoordigers, waarvan één zelfs de penningmeester is, en zal de VSB middels haar netwerk de ondernemers bereiken. Dus ik vraag elke ondernemer om niet zomaar aan een andere ondernemer of een ander instituut geld af te staan of middel af te staan en het slechtste doen via de officiële kanalen, via VSB. Daar kan alle informatie worden ingewonnen. En als u nog meer informatie wilt, kunt u ook bij elk ministerie van Volksgezondheid, Financiën of Bibus informeren, want die zijn allemaal vertegenwoordigd in het fonds. Dus nogmaals, ik roep ieder op. Het zal wel een goodwill zijn, het zal wel een positieve insteek zijn van ondernemers, maar daarvoor hebben we het fonds gecreëerd. Dus u mag verzamelen, maar we verwachten dat u dan in contact bent met VSB om het dan via die kanalen te storten in het fonds. En met deze woorden van de minister zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van het COVID-19 journaal. Ondanks we zijn gestart met het vaccineren, willen wij nog steeds benadrukken dat u zich moet houden aan de maatregelen. Mondkap op, handen wassen en natuurlijk afstand houden. We zijn er morgen weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!